Hulshof. De wedstrijd is net afgelopen. 1-1 tegen MVV. Dat lijkt me helemaal niet zo'n slecht resultaat. Nee, als je kijkt naar dat het over twee wedstrijden gaat en we spelen eerst uit, dan is 1-1 ook op basis van de wedstrijd van vandaag een prima resultaat. Ja, jullie begonnen goed aan de wedstrijd en dan valt die 1-0. Wat gebeurt er dan? Nou, ik kon nog niet helemaal volgen wat er precies gebeurde, maar volgens mij hadden wij een ingooi bij Jordi van Delen. En het was vrij dicht bij onze goal. En die bal werd of niet goed gekaatst of niet goed verwerkt, waardoor zij in de tegenaanval kwamen. En volgens mij kreeg Jordi de bal weer terug. En toen kwam hij vol onder druk. En ik dacht in mijn optiek dat het een overtreding was. Want even iets eerder had hij op hun helft wel een overtreding gegeven voor het, ja, in principe bijna hetzelfde. He, maar ja, dan moet je. Dus die 1-0 viel uit het niks. Dat was onze beste fase, denk ik, van de hele wedstrijd. Prima goal van Sander van der Streek, de 1-1. En ik denk, wat je net ook al zegt, ik denk dat het totale resultaat een 1-1 in een uitwedstrijd een prima resultaat is. Ja, want Sander van der Streek valt dan in de tweede helft uit. Was hij geblesseerd of wat was er aan de hand? Hij had een last van buikgriep. Dus hij was in de rust, had hij al aangegeven dat hij heel nodig naar het toilet moest. En dat bleef maar doorgaan ook in de tweede helft. Dan wil hij gewoon niet spelen. Hè. Als je niet helemaal fit bent, dan wil hij gewoon niet spelen. Dus hij gaf ook zelf aan dat hij graag gewisseld wil worden. Dus vandaar dat we Sander van der Streek eraf hebben gehaald. Want ik vond Sander namelijk ook in de eerste helft toch een van de betere spelers. Want eigenlijk speelde de hele ploeg eigenlijk wel onder zijn niveau. Waar wijd je dat dan aan? Nou, kan ook een beetje spanning zijn. Hè. Verre reis, noem het allemaal maar op. Ik vond trouwens niet dat iedereen een mindere wedstrijd speelde. Hoor. Ik vond Jamiro Montero namelijk heel erg goed. Ik vond Marvin Peersman heel erg goed. Ik vond Sander van der Streek heel erg goed. Dus er zijn ook wel een x-aantal jongens die hebben weer een uitstekend niveau gehaald. Nou ja, voor de rest, wat ik zeg, als team hebben we hier 1-1 weggehaald. Als team moet het ook, zoals het ook moet doen, ook aankomen zondag. En ik nogmaals tevreden met dit resultaat. En dan zondag in een uitverkocht huis dit afmaken tegen een MVV? Ja, wij moeten gewoon ons normaal niveau weer gaan halen. Hè. Dat we ook voor deze wedstrijd in de competitie thuis hebben laten zien. Als wij dat niveau van voor een jong Ajax in die thuiswedstrijden, die 5 en die 4-0, als we dat niveau gewoon terug kunnen halen, dan moeten wij zeker deze dubbele wedstrijd kunnen winnen. Hè, maar je hebt vanavond ook kunnen zien, het is toch iets anders. Er zit iets andere spanning op. Het wordt ook echt beslist aankomende zondag. Maar wij gaan deze wedstrijd goed analyseren. Neem we mee naar zondag en ik heb er voor zondag het volste vertrouwen in.